Dames en heren, goedemorgen. Voor mij een fantastisch tijdstip om te beginnen. Verderop in de hele serie gaan we het op zeker moment krijgen over het begrip verwachtingspatroon. Dat is heel belangrijk bij de voorbereiding op een voorstelling, dus ook op een college. Wat gaat het publiek verwachten? Het is niet dat je dan onmiddellijk natuurlijk gaat doen wat de mensen willen, maar je gaat wel nadenken over wat ze van je verwachten. Ik heb natuurlijk een bepaalde verwachting geschapen en daar ga ik dan ook aan proberen te beantwoorden. Nou, fantastisch dat u er bent, met zoveel. Eigenlijk meer dan genoeg. Ja, ik vrees dat als dit dan weer vol zit en er ontstaat van tevoren zo'n, dat je dan de verwachting krijgt dat er iets anders zal gaan gebeuren dan er gaat gebeuren. Desalniettemin, het is natuurlijk prachtig dat iedereen er is. We beginnen vandaag dus over mijn vader. Die eerste vier, zoals u weet, spelen tussen 1944 en 1956. Onderweg wordt alles uitgelegd. Leermeester. Daar wil ik mee beginnen. Leermeester is misschien wel het kernwoord van die hele onderneming, toen men op een zeker moment zei dat ik dan honorary fellow was. En toen ik ging nadenken over wat ik daar nou mee wilde doen, want eigenlijk hoefde ik alleen maar aanwezig te zijn bij recepties. En naast de rector magnificus en de voorzitter van de raad van bestuur te staan om het glas te heffen. Maar ik ben wel door mijn vader, en dat komt straks aan de orde, besmet door het instituut dat de universiteit vertegenwoordigt. En ik heb in mijn jeugd altijd gedacht, dat is voor mij te hoog gegrepen. Leermeester, het zoeken, het vinden en het zijn van leermeester. Leermeester zijn is denk ik het mooiste dat een mens in zijn leven kan bereiken. Misschien is bereiken te ijdel. Want leermeester kan een mens alleen maar worden dankzij de ander, zijn leerling. Het belangrijkste waar een leermeester over moet beschikken is natuurlijk gezag op basis van levenswijsheid, inzicht. Op grond van kennis kan hij belangen overwegen en keuzes helder maken, overzicht. En tenslotte weet hij door ervaring duidelijk te maken wat naast inspiratie en volharding nodig is om een gesteld doel te verwezenlijken. Doorzicht. Noteert u maar even inzicht, overzicht en doorzicht. De leermeester moet daarbij onbaatzuchtig zijn, grootmoedig als het kan, genadeloos als het moet. De leermeester mag van zijn leerlingen de totale toewijding vragen. Overgave, zou ik willen zeggen, een woord dat veel misverstanden oproept en vooral in wetenschappelijke kring op erg veel weerstand zal stuiten, vanuit de angst dat een dergelijke instelling ten koste van het kritisch vermogen zal gaan. Want wantrouwen is het nieuwe geloven. Want rouwen is het nieuwe geloven. Tussen de leermeester en de leerling groeit een band die langs de weg van vertrouwen voert naar discipline. Ook al zo'n begrip dat verworden is en tot veel verwarring leidt. Discipline betekent niet op gezag van een ander handelen, maar discipline betekent de macht over jezelf hebben. En zelf bepalen wat het beste is en hoe je dat kunt verwezenlijken. Discipline is trouw aan jezelf in plaats van gehoorzaam aan de ander. Zelfkritiek is dus een deel van discipline. Vertrouwen en discipline zijn voorwaarden om tot concentratie te komen. Concentratie vanuit het absoluut denken aan totaal niets ontstaat een ontvankelijke leegte waarin alles mogelijk wordt.
U kent wel, als een topsporter voor een grote prestatie staat, dan moet hij helemaal leeg zijn. En als je leeg bent, dan kun je, zodra het startschot gevallen is, in gaan vullen. Ik heb zo'n leermeester nog niet kunnen vinden in mijn leven. Mijn vader is te vroeg gestorven, maar hij heeft wel de basis gelegd voor mijn vertrouwen. Door mijn vertrouwen te geven. Vertrouwen in wat, zult u vragen? Goeie vraag. Vertrouwen is, naar mijn idee, het antwoord op de vraag: mag ik er zijn? En dat bevestigende gevoel van ja, ik mag er zijn, heb ik vanaf mijn eerste bewustzijn. Ik ben langs allerlei grootheden en rare kwasten geschampt, maar miste tenslotte de overgave. Wel heb ik in mijn leven twee mensen ontmoet die mij verder hebben geholpen op het pad van de discipline. En die mij bij mijn concentratie hebben leren komen. Zij hebben mij duidelijk gemaakt dat als je er wilt zijn, dat als je iets wilt bereiken, dat je dan leefregels moet volgen. Zij zijn het die mij, en dat is ook niet onbelangrijk, mijn concentratie hebben gegund. Bij de een ging dat vertrouwen naar een 10-12 jaren verloren. Bij de ander komen vertrouwen, discipline en concentratie samen in de liefde die tussen ons nog altijd bloeit. Over deze twee zullen we het verderop in deze serie hebben. Vandaag gaat het over mijn vader. Toen mijn grootvader, Willem Govert de Jonge, die in 1886 geboren is in Oosterland en de lagere school voltooid had, dat was dus zo rond de vorige eeuwwisseling, je bleef vroeger iets langer op de lagere school als je niet doorstudeerde. Dus zo rond 1900 kon hij gaan werken. Voor zover je het hoeden van koeien onder werken kunt schikken. Wat kun je van een kind van 14 verwachten? U ziet op deze foto, misschien mag het licht iets gedimd, zien wij Oosterland in die tijd. En het is dus een tijd waarin mensen nog vol belangstelling naar de camera kijken. Wat zal eruit komen? Wat gaat er gebeuren? Als je ziet de routine waarmee mensen vandaag de dag, als ze op straat door het Nationaal geïnterviewd worden, meteen leeglopen en meteen hun mening geven, dan is er onwaarschijnlijk veel veranderd. Het wonderlijke is, we zien nog wel hier een kleine frivoliteit. Dat is een muziektent, dus er is wel behoefte aan amusement. Maar er is in 1900 in Oosterland geen reet te doen. Oosterland ligt op Duiveland. Duiveland is een eiland in Zeeland. Dat zit aan Schouwen vast. Schouwen is meer naar het westen. En Duiveland is naar het oosten. Dus de mensen uit Duiveland, die kwamen ook niet verder dan Duiveland. Alleen de mensen van Schouwen moesten vaak door Duiveland om in Schouwen te komen. Dus dat waren echt globetrotters. Dat waren... Maar deze mensen, dus mijn grootvader in 1900... in Duiveland, in Oosterland, zit op een hek bij een kudde koeien. Hij heeft geen enkel idee over het leven buiten het eiland. Hij weet eigenlijk helemaal niets van de wereld. Er rijden misschien op Duiveland 2 of 3 auto's. Ik vrees van niet, 1900. De dokter, de burgemeester en de dominee, die zullen wel eens een keer... Die zullen wel eens een keer van het eiland af geweest zijn, maar de rest van de bevolking niet. In Zierikzee is een paar jaar eerder, dus aan het eind van de 19e eeuw, een ambachtsschool gesticht. Dat is al heel wat. Maar voorlopig wordt het ambacht op Duiveland nog van vader op zoon overgebracht. Dus die ambachtsschool wordt niet erg druk bezocht. Het eiland, heb ik hier neergezet, was woest en vooral ledig. Dat ledig klopt, woest niet, want alles was zeg maar vierkant en rechthoekig.
De bedoeling was dat je ouder werd, dat je ging werken, dat je ging trouwen, dat je doodging. En dat je dan met een beetje geluk en diep geloof het eeuwige leven kon verwerven. En het is ook wonderlijk dat je dan al een leven hebt waar geen eind aan komt. Dat je dan toch verlangt naar het eeuwige leven. Cowboy was mijn opa dus. Zonder de romantiek van briesende paarden die grote kuddes naar grazige weiden leiden. Het kwam neer op een hek zitten en opletten dat de koeien niet... Ja, wat eigenlijk niet. Er kon helemaal niks verkeerds gaan met die koeien. Hij zat daar zonder enige verantwoordelijkheid zich dood te vervelen. Zonder idee van de wereld. Wat heeft dat ventje dan bezield? Waarom heeft hij willen ontsnappen aan dat lot? Omdat dat ook totaal niet voor de hand lag in zijn omgeving. Waar het enige richtsnoer de Bijbel was. En dat enige verlangen het eeuwige leven. De Bijbelse verhalen vormden dus zijn enige mogelijkheid, zijn enige kans te ontsnappen aan de eindeloze verveling van de werkelijkheid. Dus mij zou het helemaal niets verbazen als hij daar bij dat hoeien, daar komen we over 3 colleges op terug als we het over Wim Kan hebben, als hij bij dat hoeien de zinnen wou verzetten. Wat had hij bij zich? Naar mijn idee een Bijbeltje. En daar zat hij een beetje doorheen te scrollen. En hij was weer eens uitgekomen bij het verhaal dat hem fascineerde van Abraham en Isaak. Dat Abraham de opdracht heeft gegeven zijn enige zoon te offeren. Is dat verhaal algemeen bekend of moet ik nog even beginnen bij het begin? Abraham, aartsvader van Israël, zeg maar, belooft dat hij uiteindelijk in het beloofde land terecht zal komen. En de aartsvader van een uitverkoren volk zal zijn, moet dus zijn enig geboren zoon offeren aan die God die hem die belofte heeft gedaan. Dus dat is vrij belachelijk. Opa zit op het hek, de koeien grazen, de zon brandt op zijn door een pet beschermde hoofd. Kon hij aan iets anders denken dan aan het mes dat straks dat kind de keel af gaat snijden? De kleine jongen stelt zich nog geen vragen, zowel degene die geofferd gaat worden, als degene die op het hek zit. Hij kan het nog niet zien als een profetie voor het nieuwtestamentische offer waarin God de Vader zelf zijn enige zoon aan het kruis laat nagelen. Eén zin houdt hem meer dan bezig en hij blijft hem in zijn hoofd herhalen. Hij schreeuwt hem tenslotte uit over de grazige weide, vergeefs op echo wachtend. En de Heer zeide tot hem: Abraham! En Abraham zeide: zie, hier ben ik. En dat schalt opa over de grazige weide. Zie, hier ben ik. Hij kreeg een roeping. Zo is ons dat, kinderen, verteld. Ik zou zeggen, hij voelde zich geroepen. Want hoeveel verlangen zat er bij die roeping om bij die koeien weg te komen, van dat eiland af, een kijkje nemen in de grote wereld. Niet uit 's werelds verlangen, maar als brenger van het heil. De jongens hebben de pretentie nooit geschroomd. Hij moet zichzelf in een roes gebracht hebben daar op dat hek. Hallucinerend van verveling, de eentonigheid van het hoeden doorbrekend. God roept hem en hij antwoordt: hier ben ik, Heer. Het is in die tijd nog niet zo dat de omgeving onmiddellijk denkt, die is gek geworden en een spoedopname regelt. Nee, een roeping is een heilig fenomeen. De geroepende staat boven iedere verdenking. En de gehele gemeenschap gaat er tot eigen heil alles aan doen om de geroepene zijn roeping gestalte te laten geven. Ik denk dat de hele familie op dat eiland in een staat van opwinding verkeert. Eén hunner is uitverkoren. Grootvader stort zich op de Bijbelstudie en wordt, hoe dat precies gegaan is, weet ik niet. En hij wordt Bijbelcolporteur in Brabant.
Bijbelcolporteur is wel interessant. Rooms-katholieken, de Rooms-katholieke gelovigen, het gewone volk, had geen Bijbel in huis. De Rooms-katholieken vertrouwden erop dat de pastoor, de kapelaan en de priester en de bisschop en de aartsbisschop en de paus de waarheid zouden spreken. Luther had daar andere ideeën over. En het is natuurlijk de triomf van het protestantisme dat de gelovige zelf de Bijbel mag interpreteren. En ook persoonlijk tegenover een persoonlijke God staat. Even omdat we hier toch bezig zijn met de wetenschap. In 1361 verscheen de Herrense Bijbel. Dat was de eerste vertaling van de Vulgaat. De Latijnse versie van de Bijbel van zo rond 400 naar de volkstaal, het Midden-Nederlands. De Delftse Bijbel van 1477, dit zijn van die momenten dat, zeg maar, dan kan je er ook even aan iets anders gaan denken, maar het is belangrijk. De Delftse Bijbel van 1477 is de eerste die in het Nederlands werd gedrukt, waar trouwens het Nieuwe Testament en de Psalmen ontbreken. Jacob van Liesveld verzorgde de eerste uitgave in 1526, dus dat is 9 jaar na de hervorming, op basis van de Lutherse vertaling van het Nieuwe Testament. Het Oude Testament gaat nog steeds op basis van de Vulgaat. En Calvijn heeft natuurlijk de Bijbel in het Frans vertaald. Het woord was de protestanten heilig. Daarin vonden zij de rechtvaardiging van de persoonlijke relatie tot God. Dus geen bemiddeling of vergeving van de priester of de paus. En de kans om uitverkoren te worden lag dus voor de protestant heel erg aan zijn eigen verantwoordelijkheid. En mijn grootvader handelde dus vanuit idealisme. Hij wilde dat die Rooms-Katholieken dat inzicht ook gunnen. En en passant won hij zieltjes. Ik zal even hier, dit is de molen van Oosterland. Die rechten ga ik betalen aan Zeelandboek binnenkort. Dit is de opa waar we het over hebben, natuurlijk wel een aantal jaren later. W.G. de Jonge, het is zo dat, dus mijn grootvader heette Willem Govert, mijn vader heette Andries, mijn oudste broer heet Willem Govert en zijn zoon heet ook weer Andries. En dit is, daar komen we nu direct op, mijn grootmoeder. Hij trouwde Grietje van der Veer, ook geboren in Oosterland, 7 jaar ouder. Hebben we ook tot in de treuren moeten horen dat mijn grootmoeder 7 jaar ouder was dan mijn grootvader. Dat was iets bijzonders. Zij verlieten het eiland. Zijn ouders, broers, zusters, neven en nichten. En zij gingen in Breda wonen. En daar in Breda, terwijl ze daar woonden en opa de jongen op bezoek was in de gevangenis van Breda, werd mijn vader op 7 januari 1915, terwijl de wereld in brand stond en Nederland neutraal was, geboren. Korte tijd later, ik moet meteen zeggen, ik weet heel erg weinig van deze dingen, tijd. Korte tijd later werd mijn opa evangelist in Boskoop. Dus hij werd van bijbelcolporteur evangelist. Dat was een sprong, daar moet veel studie aan vooraf gegaan zijn. Een evangelist in de Nederlandse hervormde kerk, dat is een voorganger die toegestaan wordt om het woord te voeren en om pastoraal werk te doen. Maar de sacramenten, dus de sacramenten, dat zijn de gewijde handelingen waardoor God tot de mens komt, die blijven voorbehouden aan de predikant. Dus hij had eigenlijk alleen maar tot zijn beschikking het woord met een hoofdletter W. En het leidt geen twijfel dat uit frustratie over het feit dat hij niet aan die sacramenten mocht komen met zijn fikken, dat mijn vader daardoor gedoemd werd, was predikant te worden. In opa's wijsvinger heb ik mijn opa als volgt getypeerd. Om zijn taak te verlichten, had de allerhoogste opa een Batavus bilonet ter beschikking gesteld, waarmee hij een spoor van vernieling in het kleine Veluwse dorp waar hij stond heeft achtergelaten. Opa's opvatting was dat de voorzienigheid van de Heer hem hoe dan ook zou leiden en lapte dientengevolge de verkeersregels aan zijn laars. 10 geboden moest voor een beetje christen voldoende zijn,
De rest aan wetten en regels was verzonnen door heidenen. Wilde opa linksaf, dan sloeg hij linksaf, ongeacht wat hem aan weggebruikers tegemoet kwam of achterop zat. Liep het goed af, werd er door hem net zo min over nagedacht als wanneer het misging. Wat er ook gebeurde, het was Gods wil. Trouw bezocht hij zijn verkeersslachtoffers in het ziekenhuis en raadde ze nog maar eens aan goed over hun leven na te denken. En dat in de naam van de Heer te leiden, want God straft niet voor niets en zeker niet op de Veluwe. Ik citeer uit een niet zo lang geleden verschenen artikel in de plaatselijke, over de plaatselijke kerkgeschiedenis van Hervormd Vaassen. Twee A's, twee S'en. Over zijn afscheid in 1957. Het is, denk ik, hier de plaats om een paar gegevens over de heer De Jonge te vermelden. Hij werd op 14 mei 1886 in Oosterland geboren. Hij werd werkzaam als bijbelcolporteur te Breda. Een beroep, lijkt mij, dat goed bij hem paste. Op 22 oktober 1931 wordt hij uit 61 sollicitanten benoemd als voorganger van de evangelisatie te Terwolde. Hij komt daar in dienst voor een jaarsalaris van 2000 gulden. In deze beginperiode moest hij proberen een deel van zijn salaris zelf bij elkaar te collecteren. Dat lukte hem wonderwel. Na de oorlog haalde hij zelfs 54% van zijn salaris op. Hij heeft in Vaassen heel wat afgelopen en gefietst en veel goed werk gedaan. Zijn oude beroep als colporteur en evangelist was hem op het lijf geschreven. De heer en mevrouw De Jonge hadden 3 dochters en 2 zonen. Zijn vrouw komt in 63 te overlijden en hij zelf een jaar later. Beiden zijn in Terwolde begraven. Met het overlijden van de heer W.G. De Jonge ging een getrouw dienstknecht heen. Dus van koeienhoeder tot dienstknecht, zou je kunnen zeggen. Wat weet ik van de jeugd van mijn vader? Niet veel. Wel dat hij een hekel had aan de manier waarop zijn vader Gods woord verkondigde. Een nogal dwingende, voor de luisteraar weinig ruimte latende exegese, zonder enige nuance tussen goed en kwaad. Het was of goed, of kwaad, of de hemel, of de hel. En het probleem van die verkondiging is dat de weg naar de hemel de hel is. Ik vraag me ook af of mijn vader niet heel erg geworsteld heeft met die voorbestemming om predikant te worden. Het is nogal wat als je ongeveer vanaf je 10e te horen krijgt dat je later dominee zult gaan worden en geen kant op kunt. Wonderlijk eigenlijk, want mijn grootvader heeft zich juist bevrijd en zijn eigen kind beperkt hij onmiddellijk weer. Ik moet u er meteen bij zeggen dat ik in mijn jeugd ook wel eens een paar keer zo gehoord heb dat ik wel eens dominee zou kunnen worden. Nou, dominee niet, maar evangelist, daar heb ik het wel tot gebracht, zou je kunnen zeggen. Ik blijf met mijn handen van de sacramenten af. Het zou in deze tijd in onze samenleving ondenkbaar zijn dat bij je geboorte al vaststaat wat je later gaat worden. Tenminste, toen, als je een jongetje was. Voor meisjes stond sowieso vast wat ze gingen worden. Moeder. Maar mijn vader ging dus, toen hij een jaar of 15, 16 was, liever kerken in Deventer. En zijn vader stond hem dat toe. En dus verliet hij op zijn fiets. Terwolde heeft een iets buiten het dorp gelegen wijkje dat ook de wijk heet. Begint met een grote molen en dan slingert dat weggetje, slingert zich zo door de wijk heen. En als je dat doorfietst, kom je uit op de Bandijk. Dat is de dijk die naar Deventer voert als je rechts afslaat. En dan zie je zo de uiterwaarden liggen. En dan helemaal moest hij op een moment linksaf Deventer. En daar lag, om van Terwolde in Deventer te komen, lag een bootjesbrug. Tot 1939 is West-Nederland met Oost-Nederland verbonden door middel van een bootjesbrug. In 1939 is daar de Wilhelmina-brug gekomen, die wij kennen van de opnames van A Bridge Too Far.
Maar goed, eigenlijk was het 6 bridges too far, want die brug lag in Arnhem, zoals u weet. Dan fietste hij vervolgens over de IJsselkade naar de Bergstraat, waar de Bergkerk stond. Maar dat lukte hem niet elke keer. Vaak kon hij de verleiding niet weerstaan om even door te fietsen naar de Adelaarshorst. Dat was het complex van voetbalclub Go Ahead. En die had in die tijd een zeer beroemde keeper. En mijn vader was nogal van het keeper. Dat was Leo Halle, de Leeuw van Deventer. Die speelde natuurlijk niet 's morgens om 10 uur. Maar dan stond mijn vader daar toch enige tijd langs de kant naar een wedstrijdje te kijken. En fietste dan weer terug. En als bij thuiskomst zijn vader vroeg waar de dominee over gepreekt had, verzon mijn vader op een bijbeltekst en meteen een exegese erbij die hij onderweg verzonnen had. En mijn grootvader luisterde gretig, want misschien kon hij er iets van gebruiken. En natuurlijk kon het niet uitblijven dat mijn opa op zekere dag de dominee van Deventer tegenkomt en uitgebreid begint te vertellen over waar hij zondag over gepreekt heeft, waarop die dominee hem verbaasd aankijkt en zegt: ik heb het helemaal niet over Abraham en Isaac gehad. En een dergelijke uitleg zou ik ook nooit aan dat verhaal gegeven hebben. Mijn vader moet daar in Deventer verder het verkeerde pad opgegaan zijn. Zou dat iets te maken hebben met zijn weerstand tegen dat domineeschap? Hij heeft gerebelleerd en hij ging naar een internaat. Dit is het beroemde internaat Ruimzicht in Doetinchem. Het is nu een 5-sterrenhotel geworden. En dat is daar gesticht door een Friese boer van Dijk, die zichzelf tot dominee verklaard had. Dat moet je allemaal een beetje zien in het licht van Jan Siebelings knielen op een bed violen. Dat waren mensen die dan ook weer roepingen kregen en dan dit soort werk moesten doen. Dus daar zaten allemaal jongens. En ik moet wel zeggen dat ik dit allemaal, nou ja, een beetje geconstrueerd heb. En ik weet dat er op zeker moment toestanden waren met een meisje. En dat mijn vaders gymnasiumdiploma en zijn studie theologie aan een zijdedraadje heeft gehangen. Maar toch, hij haalt het en hij gaat theologie studeren in Groningen. Met welke verwachtingen? Vanuit welke overtuiging? Het was geen roeping. Hoe ging hij zich staande houden in dit nieuwe milieu? Hij heeft geluk gehad. Net als ik, toen ik student was in Amsterdam. Ik denk dat mijn vader misschien nog wel wereldvreemder was dan ik, toen hij voor zijn doen die grote stad binnenkwam. Misschien had hij op het internaat geleerd voor zichzelf op te komen. Ik heb me afgevraagd hoe zijn studie gefinancierd werd. Als mijn grootvader zijn eigen salaris bij elkaar moest scharrelen, hoe hebben ze ervoor gezorgd dat dat kind kon studeren? Ik weet dat hij na 2 jaar via vrienden bij het Groninger Studentenkoor terechtkwam. En dat moet voor hem een enorme overgang geweest zijn van dat kleinburgerlijke benepen milieu waar hij uitkwam naar dat decadente, moderne studentenleven. Dit is de sociëteit Mutua Fides. Hier zien we de heren aan het diner. Dit is dus mijn vader. Kijk, hij heeft er echt zin in. En er wordt enorm gerookt ook. Mijn vader is ook een hartstochtelijk roker geweest. Dit is de gezellige sociëteitszaal. En nou ja, dit was dan de sfeer. Ik heb even naar deze foto gekeken. En ik zie mijn vader hier, behalve met een sigaret, met een afwaskwast en een laken. En als wij verjaardagen hadden, dan was, volgens mij hebben ze hier dat spel gedaan, de lol, dat mijn vader ging dan met de afwaskwast onder het laken zitten. En er stond een hele groep kinderen stond er omheen. En dan moest iemand met hem onder het laken, ze wisten niet dat hij die afwaskwast bij zich had. En die moest dan raden wie hem geraakt had. En dan hij gauw dat ding eronder en dan laken ze naast elkaar. Spel van niks, maar kennelijk heeft hij dat hier gezien als het allerleukste van de hele. En dan moesten wij daar op verjaardagen aan geloven. Hij vond daar vrienden waar hij tot aan zijn dood contact mee heeft gehouden. En hij heeft op de sociëteit drinken geleerd en Ogino Knauzen.
Ogino Knausen, ja, dat is een student die koos de naam voor een kaartspel dat wij in gezinsverband ook enorm veel gespeeld hebben. En rond 1930 kwamen de Japanse arts Ogino en zijn Oostenrijkse collega Knaus, naar wie het spel dus genoemd is, met hun ideeën over periodieke onthouding. Pas toen hij mijn moeder leerde kennen, kwam er enige lijn in zijn leven. Mijn moeder was een meisje uit de gegoede burgerij van Groningen. Over haar morgen dus veel meer. Zij heeft mijn vader gevormd. Haar eerste zorg was zijn gebit. Dat zodanig verwaarloosd was dat hij al voor zijn 30ste een kunstgebit had. Mijn moeder wist hem aan het studeren te krijgen. Prestatie van belang. De reden waarom mijn vader in mijn jeugd zo collant was, waar het mijn matige vordering op school betrof, moet gelegen hebben in het besef van zijn eigen gebrek aan discipline. Dat had hem op de middelbare school aparte gespeeld, maar in Groningen, eenmaal lid van het koor, werd hij een trouwbezoeker van Mutua Fides, zoals de sociëteit heette. Mijn vader en moeder waren vanaf de eerste ontmoeting onafscheidelijk. Mijn vader moet zeer in de smaak gevallen zijn bij de ouders van zijn nieuwe vriendin. Een dominee leek mijn opa een uitstekende partij voor zijn dochter. Mijn vader ging studeren bij professor Gerardus van der Leeuw. En hoe hij daar is terechtgekomen, weet ik ook niet. Dit is Gerardus van der Leeuw, een beetje matige foto. Toen was hij nog jong. Hey, deze is niet veel sterker. Moet u maar even zelf nazoeken op internet. Het zou zeker niet de keus van mijn grootvader geweest zijn, deze van der Leeuw, omdat hij progressief was. Maar voor mijn vader was hij de juiste man. Hij werd nu de leermeester waar ik in het begin van repte. Mijn vader gaf zich over aan deze uitzonderlijk erudite, diepgelovige man en liet hem zijn kinderlijk geloof vormen tot een volwassen overtuiging. Wie was deze Gerardus van der Leeuw en wat maakte hem zo bijzonder? Laat ik beginnen zijn biograaf Anton Brandt te citeren. Die schrijft: zijn schedel, misschien moeten we dan even naar het volgende plaatje. Zijn schedel herinnerde aan Socrates, zeker als hij zo onscherp is. Tijdens een college over het kerklied doseerde hij niet alleen, hij zong. Zijn studenten hield hij voor dat dans- en toneellessen onontbeerlijk zijn voor de theoloog. Hij hield van negro spirituals, hij las detectives. Dat deed mijn vader ook. Hij kende of ontmoette Albert Schweitzer, de bekende zendingsarts in Lambarene. Thornton Wilder, de schrijver van ons dorp, mijn stad, het dorp. José Ortega y Gasset, de schrijver van De Hordes Komen. Karl Jaspers, de echtgenoot van Hannah Arendt, of vriend. Karl Gustav Jung, de psycholoog die ook wel veel ruimte en begrip had voor Oosterse religie. Gerardus van der Leeuw combineerde de godsdienstwetenschap en zijn intense belangstelling voor kunst en cultuur met een veelomvattend openbaar leven en een optreden in de politiek. Hij schreef over oud-Egyptische piramideteksten, de Griekse mythologie, de verhouding tussen religie en kunst, waar we straks samen met Henk van Os over gaan praten, onder andere liturgiek, antropologie, Bach's Matthäus en Johannes Passion en de Nederlandse cultuur in die tijd van wederopbouw. Van moralisme hield hij niet, dogma's kende hij niet. Hij had iets van de renaissancistische uomo universale. Spreek ik het even op zijn Italiaans uit. Met veel gezag heeft van der Leeuw ervoor geijverd dat de sacramenten weer in het brandpunt van de protestantse theologie zouden komen. Dat is erg belangrijk, want mijn vader heeft zijn leven daar ook voor ingezet. Ook veel problemen over gehad, komen we later op. Tegenover de gereformeerde traditie die de cultus, dus die de kerkdienst, achterstelde bij de ethiek en de sacramenten bij de prediking. Dus mijn vader wilde, net als van der Leeuw, ook weer nadruk op die sacramenten, meer dan op dat preken, waar hij misschien mede door zijn vader
nogal een hekel aan had gekregen. Van der Leeuw zou, aansluitend op het toenmalige intellectuele klimaat, wierp hij zich op als strenge cultuurpessimist. Dan komt Van der Leeuw terecht in de doorbraak. Dat leidt misschien allemaal te ver, moet u zelf maar even opzoeken wat de doorbraak precies voorstelt. Dat was een stroming die al tijdens de oorlog, die zelfs begon met de vorming van de Nederlandse Unie aan het begin van de oorlog. Dat is een behoefte om los te komen van die verzuilde politiek en eerder te komen tot een politiek die je kunt delen in twee partijen, progressief en conservatief. In Sint-Michielsgestel, daar zit dan eigenlijk de kern van het Nederlands bestuur en van de Nederlandse politiek. Die zijn daar vaak als gijzelaar geïnterneerd. En die praten natuurlijk met elkaar en die zijn veel bezig om over hoe het na de oorlog verder moet. Van der Leeuw verafschuwde nihilisme dat alleen maar kan uitlopen op een ontkenning van iedere normering. Hij vond dat de mens moet worden opgevoed. Cultuur, zei hij, is niet doelloos. Hij vertegenwoordigde het personalisme. Het personalisme als alternatief voor communisme en fascisme. De mens als vrij persoon staat centraal. En door die vrijheid op zich te nemen, maakt hij zichzelf persoon of zij. En door dat idee dat mensen zichzelf constitueren en realiseren in sociale betrekkingen, in die zin is dat personalisme ook een link tussen de jaren 30 en de jaren 60. Het verlangen naar een nieuwe mens in een nieuwe cultuur, met nadruk op de persoonlijke ontplooiing, mondigheid en verantwoordelijkheid. Dit schrijft Edward Postma over Van der Leeuw in zijn proefschrift Dilettant, Pelgrim, Nar. Van der Leeuw zag ook de secularisatie, ontkerkelijking, zoals dat in het begin heette, als iets onvermijdelijks. Onderkenning was de mogelijkheid haar te overwinnen. Dus je moest het aanvaarden en dan kon je het overwinnen. De mens, vond Van der Leeuw, had oriëntatie op het transcendente nodig om geestelijk overeind te blijven. Daar komen we straks ook op met Henk. Als minister wilde hij werk maken van gemeenschapsvorming. Als mensen zonder ideaal leefden, geen normen hadden om zich aan te hechten, zouden ze vroeg of laat een gevaar gaan vormen voor een gezonde samenleving. In zo'n tijd zitten wij op dit moment. Van der Leeuw zag een leidende taak voor de overheid weggelegd bij het bevorderen van kunst en wetenschappen en het opvoeden van de bevolking. Zijn actieve cultuurpolitiek, want hij is dus na de oorlog in het kabinet Schermerhorn-Drees, is hij 1 jaar minister van Onderwijs geweest en dat is afgebroken. Hij is toen dat kabinet werd afgeschaft en er weer eigenlijk de oude waarden hersteld werden. Nog even een paar dingen dan over Van der Leeuw en zijn levenswerk. Dat was de inleiding tot de fenomenologie van de godsdienst. En daar schrijft een professor uit Chicago, die heet Kitagawa. Ja, het internet is werkelijk een fantastische bron voor de leek geworden. En die schrijft daar over het werk van Van der Leeuw. Waar de geschiedenis zich afvraagt, hoe kon dit gebeuren? Stelt de fenomenologie de vraag, hoe kan ik het begrijpen? Waar de filosofie waarheid en werkelijkheid onderzoekt, houdt de fenomenologie zich bezig met het verschijnsel zonder zich te bekommeren om deze causale kwestie. En Van der Leeuw gebruikt in zijn boek twee categorieën, primitief en modern, niet om intellectuele niveaus aan te geven, maar als beschrijving van verschillende structuren. Volgens Van der Leeuw, interessant Henk, wil ik het straks even met jou over hebben. Volgens Van der Leeuw was er een tijd dat kunst en religie vrijwel hetzelfde was. In de primitieve wereld was het lied gebed, het drama de verbeelding van het goddelijke en de dans was de eredienst. We kunnen in de oerreligie volgens Van der Leeuw niet spreken van God. Dat is ook heel
Sorry dat ik u hier zo lang mee lastig moet vallen, maar het is heel interessant. Aanvankelijk bestond God dus niet in de oerreligie. Er was iets dat je moet vrezen of iets waar je in elk geval rekening mee moet houden. Van een totale afhankelijkheid is geen enkele sprake. Het gaat om het opvallende, het buitengewone. Religie begint dus met verwondering. Een missionaris ontdekt bij een Polynesische stam het begrip mana, waarmee wordt bedoeld kracht. Een kracht die niet materieel is, maar ook niet in onze zin geestelijk. Mana maakt een ding, een mens of een dier, tot wie of wat het is of wie ze zijn. Mana, wij zouden zeggen, mana is de bezieling. Het gaat er dus om voor de mens om zoveel mogelijk mana te bezitten. Mana is wat het gewone buitengewoon maakt. Het wezenlijke van de religie is niet God, maar het bewustzijn tussen het profane en het heilige. En vroom is de mens voor wie iets nog heilig is. En mijn vader hechtte vooral aan het laatste heel sterk. Als wij door de kerk liepen, mijn broer en ik achter hem aan en een beetje aan het klootzakken waren, dan moesten we meteen onze kop houden. En dan dachten wij, er is hier helemaal niks aan de hand, het is door de week. Maar dat was voor hem een heilige plek. Mij, zeker in mijn eerste jaren Nederlands Hoop, had hij een spotter en godlogeraar gevonden, omdat ik taboes meende te moeten doorbreken. Taboes, dat zijn de grensbewakers tussen het profane en het heilige. Iets wat ik in de loop der jaren wel ben gaan inzien. Wat stelt een samenleving voor waarin niets meer heilig is? Dat is toch ook de angst van de fundamentalisten. Dat iedere twijfel aan het heilige, hoe gering ook, uiteindelijk zal leiden tot het totale ongeloof. En waar geen taboe meer is, is men gewetenloos. Het opmerkelijke hieraan is dus dat de menselijke religieuze reis begonnen is met dat iets, met dat mana, en dat wij inmiddels door die hele seculiere ontwikkeling heen, nu als je aan mensen vraagt, geloof je nog ergens in, dat ze dan ook zeggen, ja, er moet wel iets zijn. Dus dat was ook wel de realisatie van de eerste mens. Dus de ontwikkeling, grappig genoeg, de ontwikkeling van dat begin, die was eigenlijk heel logisch. Die theologiestudie heeft mijn vader ook als buitengewoon logisch ervaren. Nou, dit is professor Van der Leeuw. U moet het op basis op uw gemak allemaal nakijken en zien waar ik fouten gemaakt heb. Maar dit is mijn idee erover. Om mijn vader goed te begrijpen moet je wel weten dat hij volledig gevormd is door Van der Leeuw. En naarmate mijn leven vordert vind ik ook steeds meer overtuiging in zijn opvattingen. Dus ik probeer hier nu even in 10 minuten samen te vatten waar Van der Leeuw zijn hele leven over gedaan heeft en mijn vader 5 jaar op gestudeerd heeft. De eerste gemeente waar mijn vader beroepen werd, dat was Westernieland. Nou, het is ook helemaal niks, deze foto. U ziet hier, als u die blokje, nou, u zit lekker ver af. Dit is de kerk en dat is mijn geboortehuis, maar dat krijgt u nog vaak genoeg te zien. Het was Westernieland, Saaxumhuizen, 2 dorpjes die luttele kilometers van elkaar lagen in het Hoge Land, de noordelijkste helft van Groningen. Het was midden in de oorlog. Mijn ouders waren kort tevoren gehuwd. Mijn moeder was zwanger van mijn broer die in februari 1943 zou komen en wie een beetje kon rekenen en wist wanneer ze getrouwd waren en hoe dat precies zat, die begreep dat mijn ouders het gedaan hadden voordat ze getrouwd waren. En mijn vader, geheel in de calvinistische christelijke traditie, wilde de roddel in de kiem smoren en is op de fiets gestapt en alle lidmaten in Westernieland en Saaxumhuizen afgefietst en heeft daar voor hun aangezicht heeft hij nederig zijn oerzonde opgebiecht en heeft vervolgens om vergeving gevraagd.
27 jaar, net afgestudeerd theoloog. Groot met hooggestemde idealen ten aanzien van de eredienst en het herstel van de sacramenten, belt hij aan bij het voorhuis van de kolossale Stefan een Herenboer. In de pronkkamer doet hij zijn verhaal. Het al te menselijke spel van nederigheid tegenover hoogmoed. Vorm en inhoud, macht en machteloosheid. Een flauwe grap waar te hard om gelachen wordt, een schouderklop en verder. Waar hij aanklopt bij de achterdeur van een schamele landarbeidersstulp. De verbaasde blik van de knecht. Wat komt dominee doen? Het hakkelende verhaal van hem in de keuken bij een kop slappe koffie. Het bedachtzame knikken van de landarbeider. Die even het gelukzalige, superieure gevoel probeert vast te houden. Zijn lot is de vernedering van de afhankelijkheid. Naast de opluchting dat het eruit is, groeit bij de dominee het besef dat voor hij goed en wel begonnen is, zijn geloofwaardigheid al flink te grabbel is gegooid. De tweede keer dat mijn vader in Westernieland Saaxumhuizen op de fiets stapt, was een jaar later. En dat betrof het volgende incident. Bij het avondmaal was er door de Duitsers een speciale ontheffing. Dat je dan wit brood kon laten breken. Dus er werd een of ander raar bruin brood gebakken, maar dat, ik zie ook niet precies in waarom, maar dat kon dan kennelijk bij het avondmaal niet. Daar moest dan wit brood komen. Maar wat was er nou gebeurd? De bakker in Winsum, waar dat witte brood door mijn moeder gehaald werd, die zei, ja mevrouw, ik heb geen wit brood kunnen bakken, want, nou ja, ik weet niet precies de reden. Er was dus, werd dus bij het avondmaal bruin brood gebroken en het gerucht ging door de gemeente dat mijn vader en moeder zelf het witte brood hadden opgegeten en het bruine brood hadden gebroken. Dus mijn vader weer op de fiets en weer al die mensen af om te vragen of dat nou werkelijk is wat ze dan. Nee, dominee, nee, dat zijn de anderen die dat. En naast deze, door ons nu als pathetisch ervaren gewetenstrijd, was er nog een andere worsteling gaande met het geweten. En dat was natuurlijk wel of geen verzet plegen. En als zijn leermeester zich krachtiger tegen de nazi-doctrine zou hebben uitgesproken, zou mijn vader zich ook ongetwijfeld hebben aangesloten bij het ondergrondsverzet. Maar Van der Leeuw bleef weliswaar het nazisme afwijzen, maar verrichtte in 1943-44 werkzaamheden voor het departement van onderwijs, wetenschap en cultuurbescherming, die tegen de collaboratie aanschurkte. Bovendien kwam daarbij dat de broers van mijn moeder allebei fout waren en mijn moeder doodsbang. Ik weet, dat heeft mijn vader mij verteld, dat hij ooit aangehouden is met fietstassen vol met illegale blaadjes, maar de Duitsers lieten hem gaan. En hij bracht ook wel eens onderduikers naar een adres. Maar ik geloof en ik voel dat hij dat zelf te weinig vond. Hij moet geweten hebben van het bestaan en de daden van Dirk Wieringa, de zoon van het hoofd van de gereformeerde lagere school in Westernieland. Dirk had zich aangesloten bij het verzet in Enkhuizen, waar hij geboren was. En samen met anderen pleegde hij in de nacht van 31 augustus op 1 september in 1943 een aanslag op het gemeentehuis van Hoogkaspel. Hij werd in oktober, begin oktober, gearresteerd en overgebracht naar de gevangenis in Scheveningen. Op 20 mei, 5 dagen voor zijn 22e verjaardag en iets meer dan 3 maanden voor mijn geboorte, werd hij op de Waalsdorpenvlakte gefusilleerd. Zijn graf is in Westernieland. Mijn vader heeft de begrafenis geleid. De rouwbrief van Dirk Wieringa heeft mijn vaders leven lang zichtbaar op zijn bureau gelegen. En dit moet een kaart geweest zijn. Hij heeft wel eens een keer gesproken dat hij op een zeker moment onderduikers heeft gebracht in Gelderland en Overijssel, waar hij ook nog contacten had. En ik denk dat deze ontheffing om naar dat gebied te gaan, dat hij daar iets mee te maken heeft. Na Westernieland gaan ze naar Workum. Dit is Workum. Dit is de grote kerk van Workum. Daar gaan we het ook nog even heel veel over hebben. Hier is de markt. Hier loopt dan de weg naar de Dolte. Als je dan hier doorloopt en dan links afgaat, dan kwam je daar
bij de pastorie waar we zijn gaan wonen. In 1946 ging dus het gezin de jongen naar Workum. Gingen zij naar Workum. Wij naar Workum, vader, moeder en twee jongetjes. Workum in de zuidwesthoek van Friesland. De jongste van de 11 Friese steden. Groot geworden door de handel. En toen Holland en Zeeland die overnamen, gered door de scheepsbouw. En toen de haven verzandde, de veeteelt. Midden in de stad heb je dus de merk, die is hier, de markt. En de grote kerk, de Sint-Gertrudeskerk. Met zijn kenmerkende losstaande toren die nooit is afgebouwd. Hier hadden natuurlijk nog twee verdiepingen op moeten komen. In 1939 was men begonnen met, dit is de kerk, dit is mijn vader op zijn Zweedse fiets. Hiermee reed hij door Workum. Deze stenen, deze keitjes, daar groeide dus gras tussen en er waren twee geestelijk niet helemaal volmaakte mannen die dat gras daar dus uitpeuterden. Age Bimbam en Jelle Knibbel. Dat hele dorp was vol met dat soort mensen. De postbode heette Armen en Benen. En er was, en er was een meneer die had een gouden tand hier. En die heette De Morgenstond. En het was natuurlijk een overgang van West-Nederland. En deze fiets is ook bijzonder. Want na de oorlog zijn er fietsen uit Engeland en Zweden naar Nederland gekomen. En die werden vervolgens gedistribueerd, hè, voor wie ze het meest nodig hadden. En dus heeft mijn vader deze Zweedse fiets toen gekregen. Die heeft, ja, tot diep in Zaandam heeft die fiets zijn diensten bewezen. Hij had een voor Nederlandse begrippen uitzonderlijk stuur. In 1939 was dus begonnen met de restauratie van deze kerk. Meteen maar even de volgende foto. Zo was men daar aan begonnen. En mijn vader had dus de taak om de restauratie, die in de oorlog goeddeels had stilgelegen, om die restauratie te voltooien. Hij kwam van de drukker die hij de kopij voor het kerkblad had gebracht en reed door naar de kerk, zette zijn fiets tegen de muur en ging naar binnen. Het geluid van neervallende hamers, het heen en weer gaan van een zaag in een balk, werd door de echo onherkenbaar vervormd. Mijn vader had moeite de opper te verstaan, die wel probeerde Nederlands te praten, maar het Fries was hem de baas. De herinrichting van die kerk, dat was een ingewikkelde zaak. Ingewikkelde zaak. Dit is de oude situatie. En dan kunnen we straks even kijken, dit is het orgel, dus van de andere kant. Dit is het beroemde koorhek. Dit is ook de oude situatie. En dan hier zie je dus de plattegrond. Het is een kerk, dit heet het transept. Aanvankelijk was het alleen dit stuk, dat hebben ze dat er en dit er aangebouwd. Dit is niet helemaal afgebouwd. En dan stond de preekstoel, die stond hier in het midden en daaromheen waren dan plaatsen. En de bedoeling was dus dat, na veel gekrakeel, dat dus die preekstoel hier zou komen. Dat hier de avondmaalstafel zou komen, dus een van de sacramenten. Hier het doopvont en hier de lessenaar. En ik zal u daar niet mee vermoeien, dat moet u dan later als het boek uitkomt in 2021. Dan moet u dat nog maar eens nalezen. Dat is een onwaarschijnlijk verhaal van commissies en gedoe in de kerkenraad en vooral weerstand tegen natuurlijk wat door dominee De Bruin, collega van mijn vader, daar ervaren werd als nieuwlichterij. Dat met die eredienst en die sacramenten allemaal paaps gedoe. Die wilde gewoon het woord centraal houden. Dus er is een ontzettend gedonder geweest om die preekstoel daar te krijgen, om die avondmaalstafel in dat koor te krijgen en om dat doopvont en die lezenaar daar aan de linkerkant te krijgen. Uiteindelijk lees ik uit de stukken dat er een compromis is gekomen. Maar als ik dat compromis goed bekijk, heeft mijn vader volkomen zijn zin gekregen. En dat stemt mij wel tot tevredenheid. Die dominee De Bruin heeft het niet gehaald. Die had trouwens een zoon
Die heette naar zijn vader ook Piet, Piet de Bruin. En die had nog slechtere ogen dan ik. En wij zijn samen een keer al pratend de sloot ingelopen. Omdat we het verschil tussen het kroos van het slootje en het grasveld niet konden onderscheiden. Nou ja, we kunnen even kijken. Dit is dan het uiteindelijke resultaat. Hier zien we dus die kansel. En hier zien we dat koorhek. Want ja, dat sloot vroeger de hele zaak af. En dan hingen daar gordijnen naar beneden. En dit hier is ook ontzettend veel gelazer over geweest. Hoe dat koorhek er nou in moest komen. En uiteindelijk is dit het compromis. En nog steeds is er een discussie over waar dit deel nu gebleven is. En of dat niet ook misschien toch nog ergens neergezet kan worden. De discussie over deze, ja, over die kerk is eigenlijk nog altijd gaande en zeer interessant. Dit is het orgel. Maar het is echt werkelijk een meesterlijke kerk. Deze bank hier, dat is de domineesbank. En daar zaten dan zat ik naast mijn moeder. En dat was natuurlijk, dat gaf je wel een speciaal gevoel van status. Dat was de kerk. Ik heb hier. Mijn ouders die woonden dan in Workum. En die maakten natuurlijk deel uit van de notabelen. Je had de burgemeester, Opperdijk van Veen heette die. Waar wij altijd van te horen gekregen. De beroemde zin. We kakken in de staatscourant. En dat was in de oorlog heel koud. De wc was bevroren en dan deden ze hun behoefte in de staatscourant, vouwden die op en smeten die achter in de tuin. Mijn moeder bleek zwanger in het najaar van 1947 van een tweeling. Er werd een nieuwe pastorie in Workum gebouwd. Haar klacht over de oude was gehoord. En ondanks de problemen rond de restauratie verliep hun leven voorspoedig, maar het ging mis. 3 dagen na de bevalling overleden beide kinderen. Te laat was geconstateerd dat ze rhesus positief waren. Dat er antistoffen in het bloed zaten. En al werd er in die tijd al gespoeld, ze waren te laat met de diagnose, waardoor dat niet meer mogelijk was. Mijn vader en moeder zijn gebroken. 4 dagen later worden beide jongetjes begraven op de begraafplaats aan de Spoordiek. De weg die naar het station voert. Voorafgaand aan de begrafenis vindt een rouwdienst plaats, die mijn vader zelf geleid heeft. Ik herken die eigenzinnigheid om zelf de regie te willen houden en niet leidzaam in een kerkbank te zitten en naar de verkeerd gekozen woorden van een collega te hoeven luisteren. Hij heeft zich dus groot gehouden, maar welke strijd heeft hij gevoerd? Of verdrong hij de pijn door Gods wil te respecteren? Waarom zou God dit gewild hebben? Waar had hij dit aan verdiend? Waarom overkomen goede mensen slechte dingen, zoals een Amerikaanse bestseller heet? Mijn vader zocht zijn toevlucht in de Bijbel en kwam, kan het anders, uit bij Job. Een rechtvaardig, godvrezend man. Bovendien rijk, dat was mijn vader niet, maar hij wist zich rijk met zijn gezin, zijn werk en zijn vertrouwen. En hij leest die beroemde zin van het kinderlijk vertrouwen. De Heer heeft gegeven en de Heer heeft genomen. Geprezen zij de Heer. Als Job onder de zweren zit, zegt hij: al het goede aanvaarden wij van God. Zouden we dan het kwade niet aanvaarden? En hij zal ook lezen wat de vrouw van Job zegt. Waarom blijf je zo onberispelijk? Vervloek God toch en sterf. Hij zal zijn hoofd nu en dan met zijn hand ondersteunen. De tranen zullen zich opdringen, tranen van wanhoop, niet van de sigarettenrook die de overzijde van de studeerkamer bijna onzichtbaar maakt. Kan hij troost vinden bij zijn vriend, de notaris? Heeft hij voldoende vertrouwen in zijn vader? Kan hij hem tot steun zijn? Wij kunnen ons niet voorstellen met onze mobieltjes binnen bereik hoe weinig er gebruik gemaakt werd van de telefoon in die tijd. Hij zag zijn ouders 2 keer per jaar, gebeld werd er niet. Mijn vader leest, kijkt op, laat zijn blik langs de boekenkast glijden waar zijn vrienden staan.
Ik roep om hulp, maar u antwoordt niet. Ik sta voor u, maar u wilt mij niet zien. U bent wreed tegen mij geworden. Met al uw kracht hebt u zich tegen mij gekeerd. Maar mijn vader slaagt erin zijn geloof te behouden, zonder twijfel, wel vol vragen. Wij hebben als kind nauwelijks iets vernomen over deze tragedie. We wisten waar onze broertjes begraven lagen, maar konden ons er geen voorstelling van maken. Later, toen mijn moeder begon te vervreemden van het leven, kon ze opeens in tranen verzuchten, de tweeling. Ons land was intussen in de greep van de koloniale oorlog. Mijn vader heeft jongens die moesten vechten in Indonesië persoonlijk via een brief de vraag gesteld of ze dit in overeenstemming met hun geweten konden brengen. Riskant. Dat is mijn vader niet in dank afgenomen. Nog twee dingen. Een jaar geleden kwam ik het nichtje van de notarisvrouw tegen. De notarisvrouw staat niet op deze foto. Die krijgen we morgen te zien. Dit is mijn vader nog even als keeper. Sorry, maar deze foto's. Ik kwam dat nichtje tegen en dat hadden we wel eens zien spelen bij de notaris. En dat had iets te maken met de broer van de notarisvrouw. En dat nichtje, dat ik denk dat het een jaar geleden is, kwam naar mij toe en die zei, ik moet je toch één ding vertellen. En had ik toen maar gezegd, doe maar niet. En zij vertelde dat op een avond, toen er een verjaardag werd gevierd van de notaris of van zijn vrouw, dat zij opeens de deur van de achterkamer opendeed en daar zat mijn vader in een nogal intieme houding met de vrouw van de notaris. En ik wist niet wat ik daar mee moest. Waarom heeft ze me dat verteld? Als er één ding in mijn herinnering zuiver was, dan was het wel de liefde tussen mijn ouders. En ik had die heel graag zuiver gehouden. Maar nu ik dit eenmaal wist, kan het niet anders dat ik ben gaan denken, is dat nog wel eens vaker voorgevallen? En zelfs als ze gelogen had, waar ik niet van uitga, dan heeft ze misschien iets gezien dat voor een onschuldig meisje veel meer suggereerde dan er werkelijk gaande was. Een dronken zoen misschien. Ik zie de foto's van mijn verliefde ouders. Ik denk aan mijn vaders omgang met bepaalde dames die ik nu als flirts ga zien. Mijn vader als vrouwenjager. Een onverdraaglijk idee. Uiteindelijk wordt de kerk plechtig in gebruik genomen. Mijn broer en ik mochten niet mee. Maar de week daarop mocht ik weer mee naar het kerkje in Brandenburen. Dat was een hier hebben we de beroemde foto van. Dit is dus mijn vader hier en dit is dan de vrouw van de notaris. Als je weet wat ik net gezegd heb, denk je ja. Maar hier ligt tante Janni, dus de zuster van mijn moeder. Nou, Cerberus is er een schoothondje bij. Dus ja, die, ik weet niet of ze hier ook een vlieg wegslaat. Ze is iets aan het doen met die arm. Maar zeker als hij zo groot is, suggereert deze foto heel veel. Maar de week erop mocht ik met mijn vader naar het kerkje in Brandenburen. En daar heb ik over geschreven het volgende. Zondagmiddag 1950 met mijn vader naar de kerk. Voor mij is het een wekelijks uitje. Voor hem is het zijn dagelijkse werk. Het kerkje staat in Brandenburen, Heidenskip, noemen de Friese het. De garagehouder komt ons halen met zijn zwarte Chevrolet. De kosteres zet mij op mijn plaatsje in de ouderlingenbank. Ze geeft mij twee pepermuntjes. Wat zeg je dan? Ik mompel dank. Als alle mensen zijn gezeten, verschijnt de ouderlingenrij. Vader loopt daarin als tweede, klimt op de kansel, knikt naar mij. Jongetje op zondagmiddag dat niets begrijpt, maar alles hoort, verliefd is op de stem van vader die rustig voorleest uit Gods woord. In de verte loeien koeien, een eendenjager lost een schot, maar niets verstoort de stem van vader die voorleest uit het woord van God.
Terug in de consistoriekamer staan de thee en koekjes klaar. Vader bevrijdt zich uit zijn toga en jaagt de brand in een sigaar. Maar ik heb eventjes geen aandacht voor de daden van mijn held. Ik mag collectezakken legen, helpen bij het tellen van het geld. We rijden door de Friese weiden. Benzine ruik ik, gier en hooi. De chauffeur vraagt hoe ik de preek vond. Vader glimlacht. Ik zeg mooi. Het is maar 10 minuten rijden. Thuis wacht moeder, nog meer thee. Ik mag de toga-koffer dragen en een volgende keer weer mee. Jongetje, op zondagmiddag, in de ban van vaders stem dat niets begrijpt, maar heel goed luistert of hij zacht klinkt of met klem. Jongetje, op zondagmiddag dat niets begrijpt van de Heilige Geest, maar weet dat die stem op zijn moois klinkt als vader uit de Bijbel leest. In augustus van 1951 ging hij naar Zaandam. Gingen mijn vader en moeder naar Zaandam. Gingen wij naar Zaandam. Een vader, een moeder, 2 jongetjes en 2 meisjes. De een geboren in maart 1949 en de ander in januari 1951. Tot zover vandaag over dit. Henk, mag ik jou dan uitnodigen om hier plaats te nemen? En misschien is het het allerbeste dat je, dan kan ik ook even mijn mond houden, dat je even een klein beetje reflecteert op wat je gehoord hebt. En dan en dat je dan ook het gesprek stuurt in een bepaalde richting die jij wilt. Drommels. Want daarom heb ik je uitgenodigd. Ik pak even mijn iPad, dan kan ik nog aantekeningen maken. Jij bent toch domineeszoon, hè? Ik ken niet, maar mijn vrouw wel. Je vrouw wel. Is dochter. Aha, en als ik goed heb is, zitten altijd de andere 2 domineesdochters hier ook in de zaal. Maar ik heb ze nog niet gezien. Okay. Ja. Maar wat heb je zo al opgestoken van dit verhaal? Veel. Vooral van jou. En ook is het verbazingwekkend, het meest verbazingwekkende, dat vind ik, en dat heeft ook met jou te maken volgens mij, dat dominees toen een totaal andere rol in de samenleving hadden dan een jongere generatie ook maar kan bedenken. En het is net zoals veel studenten nog net weten wie Jezus is, maar bij Jozef al in de problemen komen. En dit is ook zo'n fenomeen wat je toch, om het verleden, ons verleden te leren kennen, moet je weten dat vroeger had je van die van een socioloog in Leiden, Van Heek, die maakte schalen van de meest gerespecteerde beroepen in Nederland. En dat vond ik fantastisch. Dat is een schitterende materiaal voor cultuurhistorici, wat nooit zo gebruikt wordt. En in mijn jeugd stond daar de dominee, ik volgens mij, helemaal bovenaan. Daarna kwam de professor of tevoren, dat weet ik niet meer. Maar het zijn nu in ieder geval beroepen die ergens beneden in die lijst. Nou ja, die dominee die krijgt er flink van langs. Als je wel eens in kranten, artikelen en zo, ja. De suggestie van dat de dominee de cause of all evil is, dat moet je toch meermalen lezen. Terwijl de dominee heeft een enorme emanciperende taak in onze samenleving gehad. Ja. Zeker in de 19e eeuw. Ja. En dan de vrijzinnige predikanten. Maar wat daar nou zo aan ze geïrriteerd heeft, ik weet het niet. Maar wat ik ook liet zien, die foto van die klasses, er was ze opereerden ook volstrekt vanuit dat vertrouwen en die zelfverzekerdheid van die positie. Ja. En voelden zich in die zin ook verbonden met de notaris. Want de salarissen lagen niet in verhouding met de dokter en de tandarts en de notaris en de burgemeester. Maar, dat deed er ook helemaal niet toe. Nee, dat deed er helemaal niet toe. Maar dat was wel de kring waar je in bewoog. Ja. En waar mijn moeder zich zeer op haar gemak voelde, mijn vader ook trouwens. Ja.
Maar daar ben je dan in opgevoed. En ik vond het, dat plaatje van Westernieland, ik ken die pastorie goed, ja. Van wie er later woonde. Want toen was er natuurlijk, de kerk kon niet meer zo'n grote pastorie onderhouden. En toen is die dominee ergens anders, of er is geloof ik helemaal geen dominee meer in Westernieland. Maar de pastorie is groter dan de kerk. En dat vind ik zo'n ongelooflijk spannend beeld. Het is, mag dan onscherp zijn, maar het is wel een beetje waar het over ging. Nou, komt het niet door de plek waarvan die gefotografeerd is? Nou, ik vind het een fantastisch beeld. Hij was aan de grote kant. Morgen komen we daarop terug. Ja. Oh, dat is, nou, dat vind ik te zimmer. En ik was gefascineerd door jouw weergave van de leeuw. Want de hoogleraar, mijn vader was hoogleraar in Groningen. En dat was vroeger een soort extended family. Dus was er op zondagmiddag thee voor de collegae. En dan kwamen dus die hoogleraren. En mijn vader was hervormd, altijd wat kerkvoogd, ouderling, weet ik wat die man. Hij was altijd in de kerk en is altijd in een opzichtige bank, laat ik het zo zeggen. Ja, ja. Met mijn moeder in bontjas. En dan kwamen dus alle collega's, want alle en dan was het mooie dat er af en toe ook een echte hervormde collega kwam. En als Van der Leeuw was daarin natuurlijk de meest opmerkelijke. De meest hervormde. En dan mocht ik zelfs oom tegen zeggen, oom Gerard heette die. En als hij dan kwam, dan moest ik de jas aannemen. Maar die gesprekken die dan volgden, die waren echt. Die dominees die dachten werkelijk aan die hoogleraren dat ze Nederland bestuurden. Elke week na de preek. Dan was er koffie bij ons thuis met minimaal twee dominees. En maar jij zat ademloos naar die gesprekken te luisteren, of niet? Of? Ja, ademloos. Ik vond het fantastisch. En daar, ze citeren vaak. Hoe oud was je toen? Ik was 11 of 12 of zo. Je werd nooit de kamer uitgestuurd? Nee, maar ik zat op de grond. Net toen je speelde. En het walmde van de sigarenrook. Dat was echt. Je zag elkaar in een soort wierookwereld. Dat was fantastisch. En daar ging het over de doorbraak. Want het was een enorm. Dat verdeelde de gemeente ook. En je had het. Precies die dingen die jij. Die ook zo over Indië, dat verdeelde de gemeente ook. Want er waren heel veel mensen die vonden dat, dat wij smerige kolonisatoren waren, toch echt. Want althans, die waren er, tenminste op die zondagen. En die kregen er ongenadig van langs. Dus ja, dat waren heftige discussies. Maar die gingen er allemaal over van mensen die echt het gevoel hadden dat ze de wereld in hun hand hadden. Maar je bent daar wel ook heel erg door gevormd, door die bijeenkomsten. Heel erg. En ik vroeg me af, hoe zie jij daardoor gevormd? Maar ja, nee. Je denkt dat je iets te zeggen maar hebt. Maar dan ben jij in dezelfde zin, naar mijn indruk, zoals ik, dat je eigenlijk meer belangstelling voor volwassenen had dan voor kinderen. Ja. Ja, dat was bij mij ook zo. Ja. Dus ja, je was. Je, maar mijn vader kreeg dus, behalve dan zijn vrienden, kreeg hij natuurlijk ook mensen over de vloer die grote problemen hadden. En dan probeerde je daar ook met je flaporen. Probeerde je daarbij te zitten. Waar? Maar dan werd ik de kamer uitgestuurd op zeker. Als ik te gretig aan het luisteren was. Ja, dan kom je. Ik zal niet zeggen dat ik me er af en toe mee bemoeide, maar dat zat er dichtbij natuurlijk. Ach, zei ik dan tegen zijn vrouw, laat die man toch gewoon schieten. Wat is dat voor een lul? Maar nee, dat deed je niet. Dus dan moet je de kamer uit. Wauw. Ja, maar die dominees dat hadden, want die hadden macht over mensen. En die hadden toegang tot mijn vader was niet iemand van macht, hoor. Het was niet iemand van macht. Want nee, maar ik bedoel met macht dat ze gezag hadden, laat ik het zo maar zeggen. Ja, dat gezag. Dat je ze kon vertrouwen, dat was ook al dat je heel veel aan ze kon toevertrouwen. En dat het ook zin had om dat te doen. Ja, nou ja, zijn pastorale werk, ja, dat was natuurlijk wel iets wat voor een groot deel langs ons heen ging. En dan ging je op die Zweedse fiets, ging je erop uit.
Ja, ik weet niet of het nou zijn lust en zijn leven was. Maar hij voerde natuurlijk wel graag een goed gesprek. Maar ik kwam ook wel eens thuis dat hij dan bij iemand aan een sterfbed had gezeten. Ja. Die hem dan ging uitleggen dat hij allemaal engelen zag. En dat mijn vader van een heel ander soort geloof was. Maar ja, moest hij die man dan zeggen van er zijn geen engelen. Dus dan moest hij meepraten. Dat vond hij ook niet zo prettig. Maar een kop koffie kon je altijd aan hem kwijt. En als hij mocht roken, dan bleef hij wel 10 minuten zitten. Maar het omgekeerde had je ook, want dat heeft mijn vader wel eens verteld toen hij heel oud was. Hij hoorde met Van der Leeuw tot het soort van gelovigen die ervan overtuigd waren dat God net zo lang bestaat als wij in hem geloven. En dat was in die tijd nou niet direct iets wat je aan de grote klok moest hangen. Nee, maar ze waren tegelijk heel erg orthodox. Ja. Want dat vind ik dan zo tegenstrijdig. Je zou een vrijzinnige opvatting vinden. Nee. Maar ik denk dat, wat ik aan het eind al vertel over die tweeling, dat mijn vader toen heel erg geworsteld heeft. Heel erg. En ik denk ook, als je kijkt, toen hij ging studeren en toen hij als student daar in dat koor kwam, dat hij ook echt op de rand heeft gebalanceerd van ermee ophouden en iets anders te gaan doen. Dus echt mijn moeder geweest die hem aan de studie heeft gekregen. En toen hij dus eenmaal dat was, dominee, en toen hij dus door Van der Leeuw ook bezield is, was hij ook een hele strenge en een hele overtuigde man. Want ik heb met hem natuurlijk, maar niet veel, maar toen ik zo 18... 19 hebben we wel discussies gehad, hè, dat ik dan zei, ja, maar God kan natuurlijk niet alleen maar goed zijn, want de duivel is uit hem voortgekomen. Dus het slechte moet er ook in. Nou ja, dat waren dan hele rare, zinloze, rare discussies. Daar kwam je niet. Nee. Maar goed, dat is natuurlijk altijd jammer aan zo'n onderbroken relatie, afgebroken relatie, want ja, op het moment dat ik nog niet in staat was die discussie te voeren. En op het moment dat je dat wel bent, ja, dan is hij er niet meer. Maar ik heb wel eens een vriend gehad die ook iemand vlakbij verloor, zijn broer. En dat was een gereformeerde persoon. En die vertaalde zijn verdriet in worsteling. Want hij was enorm gemist. En hij was maar met God aan het worstelen. En dat zei ook wel eens. Maar Geert, zou je er niet bemoeien waar het jouw leven over gaat, namelijk dat je broer kwijt bent? Nou ja, het is allemaal, het is heel erg berg. Maar wij hebben natuurlijk in ons persoonlijke leven hebben wij eerst een kind verloren en nu kort geleden een klein kind. En dan gaat het er dus om, op het moment dat die drama's zich afspelen, dat je je weer opricht. Ja. En daar heb je... Daar heb je iets voor nodig om je aan op te trekken. Maar het belangrijkste is toch het besef dat, er staat ergens in de Bijbel, laat de doden begraven. Ja, dat jij als levende, dat het geen zin heeft om met de doden in het graf te verdwijnen. Ja. Dus jij moet juist laten zien wat het leven waard is. En ja, nou ja, ik kan het niet meer aan een God ophangen, maar wel aan een geest en aan een energie die ik mijn leven lang, en natuurlijk samen met Helle, die wij proberen uit te stralen. Maar ik wil nog even... Mag ik dan nog iets even? Ja. Want ik heb ook een zoon verloren, of een kind verloren. Ja. En ik ben het zo met je eens, maar we hebben ook alle twee, volgens mij, voor zover ik je heb gevolgd, iets gedaan dat je heel snel weer doorgaat. En ik ben ook na 2 weken alweer in het museum, dat was toen in die tijd, teruggekomen. En ook al omdat ik het zelf wou, maar ook omdat het ontzettend onrechtvaardig is ten opzichte van die mensen die met je meeleven, of die bij jou, dat je die als het ware schuldig maakt aan jouw verdriet. Nou ja, maar een van de problemen is natuurlijk de relatie die je met je vrouw hebt, want je kunt dan wel weer heel snel aan de slag gaan, maar ja. Dus het is heel, heel gecompliceerd. Ja, dus. En je moet ook heel veel vertrouwen hebben in de tijd. Ja, absoluut. De meeste mensen hebben geen geduld. Geen geduld. Ja. Nou, ik wil, omdat jij er nu bent, want daar heb je ook iets over geschreven. Ik heb dat nu in dat verhaal heb ik het gehad over Abraham en Isaac. Dit is Caravaggio.
Heeft Rembrandt nou veel van Caravaggio geleerd of omgekeerd? Rembrandt heeft van Caravaggio geleerd. En dat wil hij ook heel erg laten blijken in dat schilderij. Doordat hij zo de hoofdzaak van de voorstelling, die legt hij keihard, brengt hij jou onder ogen door een heel hard toneellicht dat reflecteert. Ja, kun je het plaatje zien op dat lichaam van die jongen. En die vader die keel zo openlegt voor ons. En dan het mes pakt en dan die engel die niet komt vertellen dat het niet hoeft. Maar die gewoon echt zijn arm, zijn pols beet pakt en zo dat oprukt. Dus het is een enorm fysieke voorstelling. En het is echt Rembrandt die wil laten zien dat hij minstens zo heftige kunstenaar is als Caravaggio en Rubens. Hè, want dat zijn ze twee. Je denkt echt dat zij dus elkaars werk, dat hij dus dat werk kende. Zeker. En, ja. En zich daar zo tegen. Absoluut. In de jaren 30, dit is dus vrij vroeg. In de jaren 30, wanneer hij nog heel minutieus aan Leid schildert, dan gaat hij opeens over tot hele grote voorstellingen. Dan komt hij in Amsterdam. En die moeten echt een soort. Die zijn enorm rauw en ruig. En dat is de kunst van Caravaggio ook. Maar hij maakt het nog veel heftiger soms. En daarna gaat hij meer zijn eigen weg. En tenslotte heeft hij niet zoveel voorbeelden meer. Maar in deze tijd is hij midden erin. Want nog even, dan over, het ging net even over dat wat Van der Leeuw zegt over kunst en religie die naast elkaar bestaan. Of eigenlijk, je zou kunnen zeggen dat de kunst de religie vooraf gaat. Maakt dat net zo'n ontwikkeling door als beginnen met iets en eindigen met iets? Hè? Want de kunst is nu eigenlijk, ja, heeft de kunst nou gewonnen van de religie? Of is de kunst juist veel meer laarpoerlaar geworden, waardoor het geestelijke element uit de kunst bijna verdwenen is? Dat geloof ik niet. Maar het is. Nee? Het is zeker voor. Dit is voor ons veel makkelijker te traceren, omdat het iemand is die net als een predikant, maar dan in beelden, een verhaal vertelt dat hij jou helemaal wil overdragen. Dus dan weet je. Het gaat hier over religieuze zaken en over onontkoombaarheid en over gehoorzaamheid aan God en over een heleboel dingen tegelijk. En dat kun je met. Nou ja, deze vraag die dus hier gesteld wordt, is in wezen de vraag: in hoeverre vertrouw je mij? Ja. En. Dus in de relatie tussen alle drie. Hè? Dus ja. Die zoon, in hoeverre vertrouwt hij zijn vader? En in hoeverre vertrouwt Abraham God? Ja. We komen daar nog op terug in Zaansfeem 1, waarin in een lekenspel door mijn broer en mij dit hele verhaal samen met een hond wordt nagespeeld. En, maar deze hand op dat gezicht. Die klauw is het bijna. Hè? Poeh, die is hè, als je dan nog moet vertrouwen, ja. dan gaat dat wel heel ver. Dit is Titiaan. Dit is Titiaan. En dat is in het plafond. Dus en hier begint die neiging om die drie elementen, Isaac, de engel en Abraham, om die in één bewegende dynamische compositie te krijgen, die zo heel mooi schroeft. Is ook heel mooi. Maar die hand is bijna vergelijkbaar. Met Rembrandt. En Rembrandt had hier bijvoorbeeld vast en zeker een prent van dit schilderij. Want dit is dus veel eerder, dit is 70 jaar eerder. Hoe ging dat dan? Hoe kwamen ze dan aan dat soort dingen? Wat voor contact hadden ze dan met elkaar? Want er was geen internet. Maar er waren wel reproducties. En die worden al soms al meteen gemaakt door iemand die in dat atelier van zo'n beroemde schilder. Dus behalve dat die werken bij iemand terechtkwamen, gingen er heel veel kopieën al. Ja, en die kwamen. Had een fantastische prentencollectie. We hebben er nog zelfs een heel aantal van over. Dat is hier in dit huis, of niet? Dat is het prentenkabinet, jazeker. Oké. Okay. Ja. Die prenten ook gebruikt voor zijn eigen ontwikkeling. Ja, heel erg. Ja, daar verzamelde hij ze voor. Ja. Ook wel om curiositeiten, maar toch wel vooral om zijn eigen ontwikkeling. Zie je? Deze is ook toch Rembrandt, deze? Dit is hem weer. Dit is dezelfde. Maar zie je wel eens.
Ja, nu zie je, oh, dat is een betere. Nee, dit is niet nee, waar. Nee, dit is die andere. Dit is die andere. Hij heeft er toch twee gemaakt? Hier komt de engel bij juist. De vroege Rembrandt. Barst hij zo het beeld in, zal ik maar zeggen. En hier komt hij van achteruit. En er is een enorme hoop onduidelijkheid over het schilderij. Maar het is precies even groot als die andere. En Rembrandt geschilderd en de veranderd. En dit is een atelierwerk, we denken nu van Goof de Vrink. En daar heeft Rembrandt uiteindelijk nog weer dingen in veranderd. Dat weten we door van die ondertekeningen te bekijken. En heel lang naar verflagen en zo te kijken. Dit is in München, de Alte Pinakotheek. Hier ligt de hand ook iets rustiger op het gezicht. Het is veel vloeiender, deze. Ja, het is veel vloeiender dan die enorm brute uit Petersburg. Henk, ik zie dat het 12:01 is. Donderspiek. En ik ben iemand die graag op tijd begint, maar nog liever op tijd ophoudt. Het is hartstikke fantastisch. Leuk dat je dat allemaal met ons hebt willen delen. En, nou, jij bedankt. Ik vond het fantastisch om erbij te zijn, natuurlijk. Ja. Dank je wel. Jeetje, het is ontzettend jammer, want ik had nog wel met de... Of gaan we door tot 12:30? Hoe is het eigenlijk? Henk, kom er nog bij zitten. Ik vergis me. We hebben het tot 12:30 volgens mij. Echt eerlijk? Hier, laat het publiek even zich laten mengen in deze discussie. Wie van u heeft er een vraag te stellen? Aan een van ons? Of aan iemand anders in de zaal, dat mag ook. Kunt u vangen? Alsjeblieft. Dat is mooi, zeg. Mooi ding, hè? Ja, hartstikke mooi ding. Ja, dan ben je van dat... Zo moet het, ja. Ja, ik heb een opmerking als katholiek, want ik denk dat hier de meeste gereformeerd zijn. Want jij zei, de Bijbel, die was in mijn vaders tijd verboden. Die stond in de jaren 15 nog op de index. Ja. Dus een katholiek mocht zelfs een Bijbel niet lezen. Dat weet ik, dat zei ik dat niet gezegd? Dat heb ik niet... Nee, dat... Daarom was mijn grootvader dus colporteur. Ja. Die ging een beetje achter de rug van de pastoor om te zeggen, dit moet je eens lezen. Ja. Maar het is ook zo wonderlijk dat het echt ook op de index staat. Dus dat je verbiedt, zeg maar, waar het om gaat. Wat voor idee... bent u nog steeds katholiek? Of, Nee, al niet meer. Nee, maar natuurlijk, het verhaal is dan, die je niet mag weten. Hè, op het gebied van seks en zo, hè, Sodom en Gomorra en zo. Ja, maar waarom staan ze dan in de Bijbel als je het niet mag weten? Ja, nou ja, dat gaf dus verkeerde gedachten. Begeertes gaf dat waarschijnlijk. Ja? Ja, ik ben dus ook van huis uit katholiek. Kijk eens. En ik heb ook in Friesland vrienden en kennissen, maar die komen uit het heidenskip. Ja. En dat was volgens mij een katholieke enclave. Heb je daar iets van gemerkt in die tijd? Nee, dat Brandenburen, dat is dus zeg maar langs de vaart naar het Hofmeer. En dat is eigenlijk weer een klein meertje van de Vlusen. Ja. Die vaart daar naartoe. Daar liggen dus een aantal huisjes. Ja. Er was een bakkerswinkeltje. En dan is daar die kerk. Ja. Maar dat was echt een hele protestantse kerk. En de katholieke kerk heb ik daar niet... Workum had wel een katholieke kerk. Ja, en ik weet niet hoe dat in jouw ervaring is, maar die was dus op het noord. En dat was echt, ik vond dat als kind, ik ben er op mijn 7e weggegaan, een onheilspellend gebied. Zo. Ja. Je durfde daar niet te komen, want dan zou iemand jou naar binnen kunnen sleuren. Ja. Maar zo, dat was echt heel, dat Rooms-Katholiek, daar stonden wij heel erg tegen. Ja, je mocht niet winkelen bij Roomse mensen, maar het woord katholiek was ook verboden thuis, want katholiek dat zijn we allemaal en Rooms moet je zeggen. Het zijn Roomse mensen en bij ons naast was een Jezuïetklooster, het Sint Maartens Lyceum later of gymnasium. En daar mocht ik absoluut niet op het terrein komen. Dat vond ik heel jammer, want het was een groot park en daarnaast was het voetbalveld van Biekwik. Dan kon je af en toe Abel Lentz spelen. Oh. Dus dat vond ik... één keer per jaar, Henk. Niet overdreven. Twee keer per jaar. Nou. Nee, één keer in Heerenveen en één keer bij Biekwik. Ja, tegen Biekwik. Waar woning je daar? Ja, dus daar ging ik dan stiekem naartoe. Maar het mooiste vond ik, je mocht geen processies houden op de openbare weg. Dus zij deden dat achter bij de kapel in dat park.
En dan ging zo'n stoet in de processie met wierook en ik geloof ook kaars, dat weet ik niet meer. En dan lag ik in een greppel aan de kant, omdat ik dat vond ik zo prachtig, zo mysterieus en zo'n processie. Maar dat heeft te maken met Van der Leeuw. Want Van der Leeuw was de man van de ecumene en mijn vader ook. Mijn vader heeft wel in Zaandam, in de Rooms-Katholieke Kerk, heeft hij gepreekt en zelfs een dienst geleid. Die praktiseerde dat ook. En mijn vader is door die katholieken daar, de jezuïeten, is hij bekeerd. Toen dat vond hij zulke waardevolle, intelligente enzovoort. Dus na een tijdje mocht ik daar in de bibliotheek. Hij controleerde wel wat ik eruit haalde. Maar is hij echt Rooms-Katholiek geworden? Nee. Maar hij is bekeerd tot een ecumenische houding. Dat bedoel ik. Want hoe sta jij tegenover Rooms-Katholicisme? Ik ga dan zondag altijd naar de kerk. Ik heb altijd het idee, als ik zou terugkeren tot de kerk, dan zou ik ook onherroepelijk Rooms-Katholiek worden. Ik ben Anglicaan geworden, omdat dat is uit dezelfde behoefte. Ja, maar je zag dus bij mijn vader ook, en dus vanuit Van der Leeuw, die behoefte om die dienst een beetje op te fleuren. Ja. Ik vond niet dat hij er echt helemaal in geslaagd is. Hij was ook heel erg tegen de popularisering van de cultus. Hè? Dus die moderne jeugddiensten en zo, daar moest hij allemaal niks van hebben. Met een drumstel in de kerk. Dat was echt, En ik, je voelde dat, jij liet zo mooi die plattegrond van Workum zien. En die avondmaaltafels, die staan meestal heel ergens anders. Maar hier hebben ze het heel liturgisch aangepakt. En dat moet je vader zijn geweest dan. Want het is precies de plek waar het altaar oorspronkelijk stond. Ja. Dat vond ik zo interessant. Maar daar zijn echt hele heftige discussies over geweest. Nee, dat nam ik zonder. Dus er komt in de tweede periode, als we naar Zaandam gaan, daar komt even die brief aan de orde die mijn vader aan zijn ouders geschreven heeft toen hij het beroep kreeg uit Zaandam. En wat voor strijd hij gevoerd heeft tussen Workum, waar ik het echt heel erg moeilijk heb gehad, maar dat toch mijn hart heeft, en ik heb ook uit reacties begrepen dat mensen mij hier graag willen houden, naar dat Zaandam toe, maar hij schrijft dus letterlijk dat hij naar het front wil. En dat zo voelde hij. Dus dat was ook toen wij als kinderen aan tafel met grote regelmaat het woord ontkerkelijking hoorden. En wat ergens als een zwaard van Damocles boven ons hoofd hing. Gooit u maar even door, hoor. Nou. Wauw, bravo. Nee, waarom heb je niet aan het einde nog gezegd dat je vader eigenlijk teleurgesteld was? Ja, maar we hebben nog 19 afleveringen. Ja, maar je hebt het over je vader. Dus... Ja, maar mijn vader die bij moeder werk ik morgen in één klap af. Oké. Okay. Nou, dan gaat de dobbelsteen naar iemand. Bij mijn vader doe ik een aflevering dan of 6. Dan moet ik dus nog even geduld hebben. Maar wat wil je... Nou, ik had verwacht, omdat je dus over je vader hebt... Ja, nee, dan komt dat. Geduld. Het is fijn dat je me scherp houdt, maar dat komt... Dat komt aan de orde. Ik heb een vraag aan jullie beiden. Zijn jullie religieus? Zo ja, hoezo? Zo niet, waarom niet? Begin jij maar, Henk. Religieus is wel een heel groot woord. Nou ja, maar ik ben wel een vroom kereltje. He, dus ik heb de behoefte aan om bijvoorbeeld af en toe te knielen. En als dat genoeg is, dan... Ja, maar dat vind ik zo mooi wat Van der Leeuw daarover zegt. Ja. Dus dat het vrome, dat is dus... dat je het respect hebt voor het heilige. Ja, en dat... En dan daarom zeg ik, kun je iets anders zijn dan religieus? Heilig ja, moet nee, je... niet religieus is ook religieus. Nee, maar heilig dan, moet je dan wel wijs zelf... je, dan wijs je iets af. Je kunt in je leven kun je niet zonder verwondering... en je kunt niet zonder eredienst of eigenlijk... Zonder nederigheid ook. Het zijn allemaal factoren die buiten de logos liggen. En waar je toch
mee moet handelen en werken. Is dat een... Maar goed, ik ben dus in die zin, ja, ik zou niet anders dan religieus kunnen zijn. En omdat ik natuurlijk ook met dat idioom en de grammatica ben opgegroeid, bepaalt het ook voor een heel groot deel mijn leven. En de verhalen die ik gehoord heb en de interpretatie van de verhalen, zo kijk je ook naar de dagelijkse werkelijkheid. Waar kun je dat wegzetten tegen elkaar? Waar heeft het mee te maken? En bijvoorbeeld, nou ja, het tafereel waar we hier dan naar kijken, dat verhaal blijft natuurlijk heel erg boeien. We komen er nog op terug, maar er is een schitterend verhaal over Eisenhower en zijn zoon die vecht in de Koreaanse oorlog. En Eisenhower zit met hem in een hotel en die zegt tegen die zoon, luister eens, ik ga voor president van de Verenigde Staten. Op het moment dat jij gevangen genomen wordt, dan moet je zelfmoord plegen, want dan word je chantabel en dat kan ik als president van de Verenigde Staten niet hebben. Nou ja, dat is dit verhaal. Ja. En bij Stalin precies hetzelfde. Die heeft zijn zoon ook verloochend. Ik heb twee vragen. Eén aan u en één aan professor Van Os. Uit veel van wat u over uw vader zegt, krijg ik toch het gevoel dat hij ook wel een leermeester was. En waarom niet? En aan professor Van Os. U refereert aan domineesland uit uw jeugd. Een professorenland, onder professoren. Wanneer zijn we uit domineesland vertrokken? En waarom? We hebben ook nog in aflevering 5 als... Ja. Jij mag... Gaan we het uitgebreid over secularisatie hebben, met Heimen Stoffels. Maar we kunnen die vragen alvast beantwoorden. Dan kunnen we misschien iets anders gaan doen die dag. heb jij daar een sterk idee over? Nou, een beetje. Maar één van de dingen die heb ik meegemaakt. Vroeger had je mannen praatgroepen in de jaren 70. En ik had het grote vreugde, mocht ik lid zijn van een mannenpraatgroep. We waren niet in tuinbroek en we waren gewoon, maar normaal. En we spraken over dingen. En op een gegeven moment was het mode om te zeggen, om niet alleen mode, maar dat was bloody serious. Het gaat erom dat je vooral jezelf bent. Dat is het. Iedereen moet zichzelf zijn. En er was ook een boekje bij. Ik ben oké, jij bent oké. Dat vond ik een van de lulligste die ik in mijn hele leven gelezen heb. En ik geef nu morgen weer college over de heilige Franciscus. Dat is mijn laatste college. Want ik wou tenminste één keer laten zien, ik sta achter een man die zijn hele leven iemand anders wou zijn. Namelijk Jezus, dat is nou specifiek. Maar die open was voor alles wat erin kan komen. In plaats van dat je voor... Nou, dat is denk ik een diepere oorzaak voor secularisatie. Want als je zo bent, dan is religie alleen maar heel erg verkeerd. Want dat wordt je altijd weer uit jezelf gehaald. Door ervaring, door beleving, door net precies die dingen. Nou ja, die er dan niet we kennen al die kruiswoorden die er uitgesproken zijn door Jezus. Het zou toch waanzinnig zijn als hij tot slot geroepen had, ik ben oké, jij bent oké. Dat was... In plaats van het is volbracht. Het is toch hartstikke mooi. Nou, mijn vader als leermeester. Kijk, dat komt misschien in een andere aflevering ook nog aan de orde. Maar dat verhaal dat ik vertel over de geest. Als je ook aan mij vraagt, ja, ben je gelovig? Nou, van de drie eenheid heb ik God, de Vader en de Zoon. Daar ben ik dus niet echt gelovig. Maar de geest, die blijft voor mij pal overeind staan. En die kan je dan de geest noemen, je kan dat energie noemen. Maar dat je door iets aangestuurd wordt, dat je door iets gestimuleerd wordt buiten jezelf, dat is dan voor mij de geest. Maar ik zat met mijn vader in de auto, reden we naar de kerkdienst. Ik ging 's middags vaak met hem mee. Dat vond hij plezierig. En ik vond het fijn om mijn vader een plezier te doen. Dus dan, als we in Zaandam bijvoorbeeld moest hij preken in Krommenie-Dijk, 's middags om 5 uur. En in Krommenie-Dijk was een hartstikke leuk kerkje, maar daar zat de kosteres, de organist,
de ouderling van dienst en een diaken en nog een oud vrouwtje en ik. En dan fietsen we weer terug en dan zei ik tegen mijn vader, hoe lang wil je dat volhouden of heeft dit nog zin? En dan zei hij, waar 2 of 3 in mijn naam verzameld zijn, ja, daar zal ik het woord doen. Nou, dat is toch prachtig? Ja. Naarmate mijn zalen wat leger worden, zeg ik dat ook. maar dan heb ik, en het goede van mijn vader was die schakeling tussen het profane en het heilig. Want hij moest om 4:30, als we later met de auto gingen, dan ging om 4:30 de auto langs de weg en dan moest hij naar Tom Schreurs later Frits van Turenhout luisteren om de voetbaluitslagen te houden. Ja, Avro Sportrevue. Avro Sportpanorama. Ja. En wij hebben, Sportrevue. Ja, Sportrevue. En wij hebben dus, en daarom is er ook een hele aflevering die aan sport besteed wordt. Mijn vader heeft mij ongelooflijk voor sport gefascineerd. En eigenlijk de reden waarom ik me er nog mee bezig hou is ook alleen maar ter ere van mijn vader. Want er is wel veel van de romantiek en de charme van de sport verloren gegaan langzamerhand. Jacques Heekman uit Maastricht. Henk Oostinga uit Groningen. Ja. Ja, leuk. Daar heb ik ook wat met mijn publiek over gehad. Dat we dat soort dingen, als je aan een zaal mensen vraagt, wat kreeg Fanny Blanke Schoen in 1948, brullen ze allemaal een fiets. Maar als je nou eens vraagt, wat zei Shakespeare in de Macbeth in de tweede scène, dan zit iedereen je aan te kijken. Dus waarom onthouden we nou altijd, jij niet? Jij weet allemaal van die prachtige dingen. Dat is geweldig. Maar ik onthoud ook de Rono. Wij komen alle twee uit Groningen. En de Rono, dat was regionale omroep Noord en Oost. En daar had je dus ook allemaal zo op deze zo'n sport verslagen. Henk Oostinga. Ja, man. Velocitas Nieuwbein. Ja. Dat vond ik wel. Alleen dat al, dat mis ik soms enorm. Maar ook Foppie Brouwer. Ja. Wat groeit en bloeit en altijd weer boeit. Ja. Nou ja, nu verdwalen we eigenlijk naar een pad wat ik eigenlijk heel erg vanaf wil blijven. Dat is de nostalgie. Ja. Gek is dat, hè? Ja. Daar heb ik een enorme... Ik heb wel eens geschreven vroeger toen nostalgie nog niet bestond. maar goed, ik geloof dat niemand beter dan hoe heet ze het gezegd heeft, Simone Signoret. Nostalgie is ook niet meer wat het geweest is. Beter kun je het niet zeggen. Nee, we zijn historisch bezig, ja. Maar niet nostalgisch. Nou, er is nog ruimte voor één beslissende vraag. Ik ga me even snel... even op de rugby manier. Goed gekocht. Rugby moet je helemaal bal achteruit spelen. Ik heb nog een vraag over Van der Leeuw. Ja. Die komt naar voren in wat je over hem vertelt als een geweldenaar. Ja. Cultureel, wetenschappelijk, intellectueel. Ja. Nou, dat wil ik allemaal graag aannemen. Mijn vraag is, ook om die nostalgie misschien nog iets verder terug te trekken. Hoe verhoudt het zich tot het beeld wat bestaat van zijn korte tijd als minister van Cultuur en Onderwijs? Ja. Nou ja. Want daar het beeld bestaat van iemand die, nou, het is eigenlijk mislukt, is zo'n beetje wat je erover leest, die korte tijd van hem als minister. En hij keerde zich toch vooral tegen de moderne dans, de film en andere kunstvormen die zich... Keerde hij zich tegen de moderne dans? Althans, dat is een beeld wat ik uit publicaties over die tijd heb opgepikt. Wat ik erover gelezen heb, dat hij door de kunstenaars onze minister werd genoemd. Dus toen hij toen hij wegging, dat was dus de minister van de kunstenaars. Hij had natuurlijk heel veel van het oude socialistische ideaal van het stichten van de massa. Hij was dus erg voor volksopvoeding. Heeft een boek geschreven over de dans. Dus ik kan me nauwelijks voorstellen dat hij daar tegen geweest is. Nee,
Er zijn wel andere hoogleraren in de theologie die zich daarvan afgekeerd hebben, zoals CVR. Die zaten niet speciaal in kampen. Maar Van der Leeuw weet ik bijna zeker dat dat niet het geval is. Het is wel dat er dus wel na zijn periode in Groningen was er een leerling van hem die dan voorbestemd was om hem op te volgen als professor. En dat hebben ze dus niet gedaan. Er is iemand weer gekomen en die is met een andere lijn. Dat was die Sierksma zou er komen. Ja. En toen is Van Baren er gekomen. Maar ja, dat zijn details. Kijk, dat is het aardige. Ik heb in mijn jeugd weinig in boeken gesnuffeld. Maar voor dit project ben ik eens begonnen. En er is geen eind aan. Dat is zo heerlijk. Er is geen eind aan, je komt van het een, kom je in het ander. En ik moet zeggen, ik moet dit natuurlijk allemaal keurig opschrijven waar ik iemand citeer. Maar dat internet is voor ons, wij, er zitten hier heel veel mensen die ouder aan het worden zijn. Het is een genot, je kunt echt werkelijk. Ja. Dat zijn hele boekje over die fenomenologie. Staat dus in het Duits in zijn geheel op internet. En dan kan je gewoon, ja, dat is meteen binnen handbereik. Dus je hoeft niet naar een bibliotheek te rijden. En je hoeft niet, het is allemaal, binnen een minuut heb je het voor je snufferd. Ik vind dat fantastisch. Er zal ook iets verloren gaan. Zeg jij er nog eens iets over? Wat, doe jij veel met internet? Dat is het enige wat ik gebruik ongeveer met e-mails versturen. Voor je studie. En voor mijn, jazeker. Want het maakt dat je. Maar het is wel noodlottig, want ik hoef veel minder naar de UB of hier naar de bibliotheek. Maar word je er oppervlakkiger van? Nee, ik weet wat ik zoek en dat staat erin. Dus misschien zoek ik iets oppervlakkigs, dat kan natuurlijk. Maar ik geloof niet. Ik gebruik dat met veel plezier. Ja, nou, en stichting ook, ja. Oké, nou, Henk, dan nogmaals bedankt. Ik zeker een applaus. Jij bedankt. Ja.